Ik ben echt in shock. It fucking worked. Yummy. Ik heb dit keer voor 800 euro geshopt. Ja, dat is echt heel erg. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 8:30 of zo, 8:15. Ik kom nu vanuit Nieuwkoop en ik ga naar Amsterdam rijden. Ik ga namelijk zometeen weer in een ijsbad. Ik ben nu toe 3 weken lang het aan het volhouden om het elke keer 1 week in het begin van de week te doen. Dus heel chill om lekker de week te beginnen. Ik heb ook een heftig weekend achter de rug. Dus ik denk dat het wel even een goede, lekkere reset is. Ik hoop dat ik het allemaal ga halen. Ik moet wel echt racen naar huis. Maar goed, dat komt goed. Ik ga vandaag verder editen. Ik moet nog wat content filmen. Ja, en dit is de eerste week dat ik voor mezelf werk. Zeg maar dat ik niet meer bij Habs werk. Dus ja, het wordt helemaal leuk. Ik ga vanavond ook lekker uit eten. Ik ga nog sporten. Dus ja, allemaal leuke dingetjes. Nou, we zijn er weer met Coco. Nou jongens, ik ben eruit. Coco gaat nu. Ik wil nu. Nee, dit was echt heerlijk. Ik had zo'n heftig weekend achter de rug, maar dit is top. Let's go. Nou, de halve minuut is voorbij en de girl zit. She's back to earth. Guys, ik ben terug van het ijsbad. Het was echt top weer. Ik ga dit echt. Hoe noem je dat? Elke week doen. Ik heb de boodschap gehaald en ik ga lunchje maken. Vandaag ga ik bij Maggie eten gezellig. Maar voor nu heb ik even lekker eieren, tomaat. Vanavond heb ik kip en broccoli. Ik heb een sojadrink. Ik wil dit. Ik ga drinken in mijn koffie in plaats van havermelk. Of in ieder geval niet elke dag. Want ik drink zoveel havermelk. En best wel veel suiker zitten erin. Dus ik wil het even iets minderen. En dat was het. Ja. Ik ga nu even lekker een lunchje maken. En ik zit nog even de koffie in. Nou, ik heb weer een lekker lunchje gemaakt. Kipfilet, ei, avocado, tomaat en komkommer. Yum. Nou guys, het is tijd om lekker te gaan sporten. Ik heb vanmiddag even lekker geëdit. En vanavond ga ik eten bij Maggie. Dus ga je sporten dan naar Maggie. Helemaal leuk. Nog gezel. Nou, ik ben gezel bij Maxter. We hebben lekker eten gemaakt. Ja, ik denk dat het komt omdat het gewoon dicht op elkaar ligt. Ja, maar ja, is oké. Maar het is gewoon lekker. Ja. Ik ook. Ga eten. We hebben ons fave dinner. Wat gebeurt hier? Broccoli en kip. Daarmee say hi to my followers. Oh, jezus, die dabbeltje. Van die enkel. Hello. Maar, nee, we kunnen ook ijsbad of sauna. Ja, maar als we gaan sporten, hè? Dan die ijsbad is toch beter? Ja. Boost of energy. Waarom? Ik vind het helemaal niet chill. Vorige keer met Thomas was het niet maar wel, te doen. Wat dan? Veel te koud! Maar je ging gewoon 3 minuten. Ja? Ja, maar nou, dat heb ik toch wel goed gedaan? Ja. Ik vind het goed. Ja, maar die initial shock was echt niet te doen. En Tom was helemaal aan het lachen en hij was niet concentrated. Nee, maar. Nee, maar meestal mensen doen wel die in ijsbad en dan de infrarood sauna. Maar volgens mij dat is niet goed voor je lichaam. Andersom. Eerst sauna en dan ijsbad. Ja, want met die sauna, die muscles zijn gewoon expanding. Om 2:30, hè? Nee, 3:30 hebben we gezegd. 4. Oh, rustig. Rustig! Dus we gaan. Okay. Oh. Oh ja. 12 februari. Ja. Om 3:30.
We zijn nu inplannen voor februari al. What the fuck, ziek. Ja, het is februari woensdag, maar... Nee, donderdag. Maar ja, Sarah is een busy gal. We moeten 2 weken voor de inplan. Jij ook? Nee, ik heb alleen 2 dagen in de week en wel iets inplannen, want ik werk. Oh, trouwens, ik heb je... Oh ja, maar zin in... Oh, nou, ik was gezien. Wat kun jij zeggen? Zal ik weer blijf met Maggie? Die... Nee, je mag een zonnebril, maar niet die. Die travel moest beheren, dat heb ik ook. Maar zit in de was. Oh. Oh, oh, oh. Ja. Oké, 2 keer geboekt. Geboekt al. Geboekt al. Oh my god, I love this. Give me a vlog camera. And someone to edit the videos. And I'll be happy. Ja. Hallo allemaal, het is dinsdag. Ik ben echt niet lekker. Ik heb de hele dag in bed gelegd. 2:30. Even rustig aangedaan. Ik ga nu een pakketje op de post doen. Ik ga een pakketje bij de post ophalen. Ik doe lekker mijn zonnebril op mijn kop. Peace out. Ja, dit is echt even een dag van niks, maar maakt niet uit. Ik heb zo goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws. Wow, ik ben echt even niet levend vandaag. Maar ik heb een nieuwe UX binnen. Finally in de goede maat. Dit is toch fucking insane. Ik ben er zo blij mee. Eindelijk mijn uggies. And they fit. Yay. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik voel me gelukkig echt een stuk beter al. Ik heb me helemaal opgemaakt, klaargemaakt. Ik heb mijn nieuwe uggies aan. Helemaal happy mee. En ik ga naar een meeting met Lico en in die lesjes. Dus dat is helemaal leuk. En ik heb haast, dus ik ga nu. Nou, ik ben lekker met mijn zussen. We gaan lekker lunchen bij Libertine. Heerly de Peerly. Echt cute. Ja, dat is heel cute. Ja, heel cute. Je hebt het ook in de pijp zitten. Ja, dat zag ik. Maar deze ligt erbij. Ik heb honger, dus we gaan lekker bestellen. Ja. Yummy. Ah, we hebben zoveel lekker eten. Een lekker burrataatje. Ja. Een steak sandwich. En een Caesar salad. Nou, smullen. Nou, het is inmiddels 6:00. Je kan het niet zien, maar... Nou, je kan het zien hoor. Het was echt super gezellig met Isabelle en Bo. Even weer helemaal bijgekletst, want sinds Curaçao hadden we elkaar wel 2 keer gezien, maar alleen maar met uitgaan. Dus het was echt zo in de club en helemaal droeloe. Dus het was wel leuk om even bij te spreken en even alle vakantieverhalen te horen. Zometeen komt Stan en ga ik lekker koken. Dus... Ik heb een heel lekker receptje van Bo, kip en champignonsaus met rijst. Dus dat ga ik lekker maken. Ik ga nu voor alle gerechten, of voor alle ingrediënten, alles wat ik even naar me heb. Dus helemaal lekker eten en ja. Het was een helemaal gezellig middagje, dus was het top. Dit leventje bevat me wel. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag alweer. Is het alweer donderdag? It really is. Het was echt een... Een soort rare week, omdat ik een soort half ziek was, achtig. Niet helemaal lekker, maar goed. Ik heb zo meteen een meeting op... Ik word er gewoon gek van dat ik zo vaak niet scherp ben. Maar ik heb zo meteen een meeting op kantoor. Helemaal leuk. Dus ga ik weer een keertje gezellig naar kantoor. En ben even koffie aan het zetten. Even me opmaken en dan is Indy hier zo meteen. Helemaal topdag. Ik ben eigenlijk weer echt, ik voel me echt een stuk beter. Zeg maar, gisteren was ik beter, maar nu voel ik me gewoon weer echt helemaal goed. Nou, ik heb even opgemaakt. En ik heb even... Stel het weer echt fucking niet scherp. In die lesjes op. Gewoon een beetje paar naar buitenkant. I love it. Nou guys, ik heb weer een leuke naked shop vlog. Het licht is echt... Kutje, fel en gek. Zoals jullie weten heb ik altijd weer leuke pakketjes van Naked. En ik heb dit keer voor €800 geshopt. Dus dat is echt heel erg. Maar ik ga het jullie allemaal laten zien. Het is heel leuk. Ik heb mijn vaste kortingscode SARAV. En dan krijg je 20% korting. Dus linkje staat in de beschrijving en de kortingscode ook. Nou, we beginnen met deze geweldige blouse. Hoe geweldig is deze blouse? Sorry. Maar ik ben gewoon echt verliefd. Dit is zo leuk. En hij past ook echt perfect.
Hij zit ook perfect aangesloten. Het is niet dat je denkt van, oh, je hebt echt inkijf. En dan deze pantalon. Dit is gewoon een grijs pantalon. Een beetje bruin, ja, bruingrijzig-achtig. En ja, ik heb altijd maat 36 van de pantalons, want ze vallen wat groot. Maar daardoor zitten ze voor mij echt perfect gewoon. Dan heb ik echt deze amazing jas. Deze vind ik zo leuk. Echt, ja, dat is nog niet normaal, jongens. Ik heb eronder gewoon een simpel ondertopje wat altijd van pas komt. Maar ja, ik vind deze jas echt top. Hij is ook echt lekker warm, maat 36. Maar linkjes staan allemaal in de beschrijving natuurlijk. Maar ja, dit vind ik denk ik wel echt het leukste item. Hij is ook zo lekker zacht. Dan ben ik de laatste tijd helemaal into het rood. En toen zag ik dit rode off-the-shoulder topje. En toen dacht ik, nou, dit is gewoon echt super cute. Dus ook heel erg leuk met het grijs. Dus ja, ik dacht eens, deze moet ik gewoon hebben. En dit is maat S gewoon. Ik heb eigenlijk alles maat S bijna. Dan echt deze fabulous outfit. Deze vind ik echt heel erg leuk. Deze riem is ook van Naked. Deze oorbellen ook. Hoe leuk zijn die? En dan deze top is dus een beetje zo aan de voorkant op de shoulder en dan laag uitgesneden. Ik vind het echt heel erg leuk. En dan heb ik dus hele cute hakjes erbij. Het zijn echt een soort die Chanel dupes. Maar hoe leuk zijn deze? En ze zitten ook echt top. Want je hebt ze gewoon zo aan zitten, zeg maar. Het is ook niet echt een mega hak. Maar dit is toch helemaal een lookje. Ja, doe even normaal. Maar het is echt heel erg leuk. Dan deze heerlijke basic trui. Dit is gewoon een super leuke kleur. Een beetje zo bruinig. En gewoon super leuk modelletje. Fijne kwaliteit. Fijn stofje. Ja, dit is gewoon altijd top. Dit kan je met zoveel manieren combineren. Hier hou ik gewoon echt van. Nou, en dan als laatst alweer deze zwarte jurk. Deze is echt zo mooi. Besef dit even. Besef even die achterkant. Dit is toch gewoon te beautiful voor het leven. Hier zo met die dingetjes zo. En ja, ik ga jullie even goed laten zien welke schoenen ik eronder heb. Ik heb dus mijn zwarte laarzen eronder. En dit zijn ook echt even nieuwe goede aanschaffingen. Want ze zijn dus niet te hoog. Ze zijn dus niet te hoog qua hak. Maar ze zijn wel gewoon echt perfect leuk baggy zwarte laars, zeg maar. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Super cute. Nou, dit was de haul. Vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken natuurlijk. En een linkje in de beschrijving te checken. En ja, ik ga nu meteen sporten. Ik heb nu heel snel omgekleed. Ik heb ook meteen mijn nieuwe leuke jasje aan. En ik ga nu naar Holy Shred, of naar Saints, en een lesje Holy Shred doen. En daarna ga ik gezellig een koffietje doen met Mirjam. Nou, ik heb lekker gesport. Daarna gedoucht en me omgekleed. Ik heb meteen ook nieuwe topje aan van de shoplog. Ik heb hem alleen iets als een crop top gedaan, want ik ga uit eten. Dus nog, het is net even iets leuk voor het uit eten of zo. En dan gewoon witte pantalon, ook van Naked. Nou, ik heb altijd, als ik nieuwe dingen heb, dan wil ik dat alleen maar aan. Dus ik ben helemaal ready. Ga lekker uit eten. En moet even kijken nog welke schoenen trouwens ik aan ga doen. Nou, ik ben Zoe! Ik ben weer terug. We zijn lekker aan het eten bij Belly and the Beast. Super leuk concept. We krijgen dus een burger en een cocktail voor €19,50. Nou, dat is een goede deal. En het zit dus onder de superclub. Dus als je wil, kan je gewoon meteen door naar de club. Straight. Gewoon naar de club. Door. Nou guys, goedemorgen allemaal. Gisteren een soort van uit geweest, maar echt heel kort. Ik ging om 12:30 weer naar huis. Want ik ga nu sporten. My god. Oké, doei. Nou guys, het is vandaag, heb ik het vandaag al gekocht? Ja. Het is inmiddels middag. Ik heb het even mijn teenagels laten doen. En ik ben nu even met Joe even toen elkaar ook eten. Dat ga ik vandaag. Nou, je girl ziet er echt fantastico uit. Ik weet niet hoe ze het weer voor elkaar krijgt. Maar ik heb mijn haar dus gefeund met een feunborstel en daarna rollers ingedaan. Geen een of andere manier van blow-out of al die shit blijft bij mij zitten. Dus er is een hele kleine kans dat dit bij mij lang gaat blijven zitten. Maar
weet je, we proberen het gewoon. Ik weet niet wat mijn haar heeft. Het wordt gewoon heel snel pluizig en glad. En dan valt het uit. En dan wordt het gewoon lelijk. En ik gebruik zoveel haarproducten, maar een blow-out blijft mij gewoon niet zitten. Dus ja, weet je, ik moest het gewoon nog één keer proberen. Misschien dat het vanavond wel mooi zit. Het moet eigenlijk morgen mooi zitten, maar goed. Maakt het me niet uit. Nou, ik ga nu even lekker mijn make-up doen. Ik ben de hele dag gewoon een beetje soort misselijk. Beetje gekke gevoel. Ik heb dat een paar maanden geleden ook gehad. En toen had ik hyperventilatie. Een constante hyperventilatie. Waardoor ik onbewust heel erg in mijn hoge ademhaling zat. Dus ja, ik hoop niet dat dat het is weer. Want dat was echt geen pretje. Toen kon ik echt niks. Maar misschien is het wel gewoon de alcohol van gisteren. Het voelt wel heel erg als die soort misselijkheid dat ik toen ook had. Dus we gaan het even niet hopen. En we gaan even rustig aandoen dit weekend. Want ik heb echt veel van mijn lichaam gevraagd de afgelopen tijd. Echt hoe ik me op het internet zet, blijf ik me elke keer weer om verbazen. Maar goed. Dus ja, we gaan even rustig aandoen. Oh, ik vind deze serums van XSY zo chill. Ik heb dit dus gekregen. En het is een Koreaans skincare merk. En ja, ik vind het echt zo fijn. Het bevat dus ook maar 6 ingrediënten. Waardoor het heel erg, ja, goed is voor de gevoelige huid ook. En ik ga vanavond gezellig naar mijn oma. Dan gaan we met alle kleinkinderen eten. Dus mijn neefje ga ik ook weer zien. Heel erg veel zin in. En met Stan. En dit weekend ga ik best wel rustig aandoen. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. Vandaag was echt een super lekker selfcare dagje. Eerst gesport. Daarna lekker mijn teennagels is gedaan. Ook zo nog even laten zien welk kleurtje is geworden. En daarna lekker gaan lunchen met eentje Bloody Joe. Lekker een tonocado gehaald. Nou, dan mag je hem echt voor wakker maken. Die broodjes zijn zo lekker. Ik weet niet wat ze erop doen dat het zo lekker is. Maar it's freaking amazing. Kijk, ik heb een heel leuk zacht roze kleurtje op mijn teennagels. Is wel helemaal cute. Dus lekker pedicure gehad. Oh, dan gaan ze altijd zo lekker je voet masseren en zo. Echt heerlijk. Nou, dan kunnen we weer even een paar maanden, nou een paar weken. Mijn andere pedicure dat er nog op zat was van Bali, besef. Het was november. Het is nu februari. Je doet echt gewoon letterlijk 2 maanden met een pedicure. Dat is zo ziek. Ah, nou, ik ga hem even opmaken. Ik ben echt in shock. It fucking worked. It fucking worked. Like, that fuck? Gewoon. Ik ben benieuwd hoe lang dit blijft zitten. Maar er zit een volume en een bounce en een krul in. I didn't know I had. Ik ben echt sprakeloos. Ik ben echt oprecht sprakeloos. Hoe dit zich heeft kunnen ontwikkelen. Ja, ik snap er gewoon echt even helemaal niks van. Ik snap er echt niks van. Waar dit vandaan komt. Ik snap het gewoon echt niet. Maar weet je, ik heb liever dat ik het niet snap. En dat ik het heb. Dan dat ik het wel snap en ik heb het niet. Ik ben echt heel benieuwd hoe lang dit blijft zitten. Want als dit lang blijft zitten. Ja, dan heb ik mijn nieuwe hair routine wel gevonden, denk ik. De blowout look. Gewoon. Ja, ik snap er echt even helemaal niks. Ik ben echt sprakeloos. Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend. Ik heb me even opgemaakt. Ik heb mijn nieuwe leuke blouseje aan. Ik ben zo verliefd hierop. Deze van Naked dus. En ik heb mijn vaste kortingscode SARAVEE
20% korting. Ik ga gezellig lunchen met mijn nicht in Utrecht. Naar een high cocktail en sushi. Dus niet een high tea, maar een high cocktail en sushi. Nou, dat wil je nog meer. Dus ja, ik ga haar nu ophalen en dan gaan we gezellig heen. Dus heb er wel zin in. Dat is leuk toch? Maar... Leuk. Maar Griekenland is sowieso leuk. Ja, maar nou, ik ben lekker met mijn meiden. Ik zou eigenlijk vandaag nog niks doen, maar ik zit aan de wijn en aan de shotjes. Met het avondeten, nou weet je. Ik heb nog niet eens gegeten, dus voor de boot doe je mee? Ja, ik ga hem op 0,5. Nee? Oh, je bent stress. Ik heb niet echt. Dan neem ik hem wel mee. Maar ik doe hem wel mee. Het is alweer 7 uur. Hallo. Nou, Anne en ik zijn al ready. Ja. Kom maar. Hup, lekker voor de keel. Cheers. Ik hou wel mijn neus dicht hoor. Kijk hoe ze gaat ook helemaal overleggen. Ja. Jongens, neem hem nou gewoon, dan is het gewoon klaar. Ja. Ik heb wel een beetje effe. Hebben. Wees gewoon lekker. Deze... Heel lekker. Het smaakt niet eens naar iets. Doe maar. Er zit geen alcoholsmaak aan. Nou, kom op. Het is even mentaal druk. Dat weet je ook zo. Het is wel helemaal aan hoor. Ja. Kom maar, 3, 2, 1. Lees. Ja. Stress voor mij. Ik voel me helemaal in mijn tenen. Jongens, soms kijken mijn collega's. Ik voel me helemaal in mijn tenen. Dat is echt. Nou guys, ik ben nog, mijn vlogcamera is gewoon leeg. Dus ik kan gewoon niet vloggen op mijn camera. Super kut. Maar het is zondag. En ik heb me weer helemaal klaargemaakt. Ik ben nu aan het wachten op Bo. Bo schiet op. Ik ga lekker lunchen. Of nou ja, borrelen met de meiden een beetje. En eigenlijk niet veel doen. Ga lekker met de meiden. Even lekker zondag. Even lekker. Niks doen. Goed verhaal. Nou, top. Nou guys, mijn camera is nog steeds leeg. Ik weet eigenlijk niet of jullie mij horen nu. Maar dit is alweer het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Te supporten. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog weer. Doei! Well, miss. I guess I'll be on my way now.